This video is sponsored by Probit Exchange. Mocht je interesse hebben om op Probit te gaan traden, dan kan je probit.com bezoeken. En dan kom je hier op de homepage terecht. Ja, Probit is een top 25. Zelfs hier geven ze aan met Real Traffic een top 20 exchange, waarbij je meer dan 500 trading pairs kan traden. Nou ja, met 1 miljoen actieve gebruikers iedere maand. Is het een exchange waar je goed op kan traden, waar voldoende volume is en voldoende mogelijkheden om munten te traden die je leuk vindt. Nou, daarnaast doen ze nog regelmatig nieuwe listings, IEO's doen ze. En er zijn diverse handelscompetities waar je aan mee kan doen. Hallo allemaal, welkom bij het YouTube kanaal van Crypto Benelux. Vandaag hebben we weer een verse altcoin update voor jullie en gaan 5 munten behandelen. Dit zijn Ripple, Cardano, Silica, Matic en VeChain. Ik wil jullie wel even meegeven dat deze video enkel voor educatieve doeleinden is en geen financieel advies is. Zonder verder oponthoud gaan we nu beginnen aan de charts. Hier hebben we de chart van Ripple, BTC Pair op de weekgrafiek. Nou, hier zie ik meteen al dat eigenlijk Ripple bezig is met een lekkere run omhoog. De RSI is richting het boelgebied geklommen in de afgelopen weken. En eigenlijk zit hij nou als tegen de 200 EMA aan als weerstand. Dat is de rode EMA die je hier ziet. En die zit in de buurt van het weekly level van de 4200 satoshis. Dus de verwachting hier is wel dat hij wat meer rust gaat vinden. Wat ik nog meer zie in de weekgrafiek is dat wij vanaf eind vorig jaar een flinke piek in volumes zijn gaan zien. In eerste instantie volume omlaag, maar het is opgebouwd naar volume omhoog. Dus hier zijn heel veel orders gevuld in dit gebied. Wat eigenlijk ook wel het laagste level van Ripple is. En daarnaast zien we naar boven gaan. We gaan iets verder inzoomen naar de daggrafiek. Om te kijken hoe we er daarvoor staan. En dan zie je eigenlijk dat we nu nog niet zo lang geleden. Dus hier staat 15 mei dat we daar een weekly level hebben gebroken. Sorry, een daily level hebben gebroken. En na hem drie keer getest hebben, zijn we er doorheen gegaan. En eigenlijk zijn we toen zonder echt te stoppen omhoog gegaan. En we zitten nu op het gebied waar we de vorige keer weerstand hebben gevonden. Nou, dit gebied, als je terugkijkt naar de weekly, zal dit ongeveer overeenkomen met de 200 EMA waar we nu tegenaan zitten van de weekly. Dus hier hebben we eventjes een logische plek waar die nou op reversed. Ondanks Bitcoin nu zo hard dumpt, vind ik eigenlijk dat Ripple normaal corrigeert hier. Ook helemaal niet zo'n extreme weg naar beneden. Hè? Als je kijkt hier, is het hoe procent is die nou gezakt geweest? Nou, 9% en ondertussen nog maar 7%. Dus dat is helemaal niet zo extreem. Dus ik vind dat sowieso over het algemeen de BTC-pairs het heel goed houden ten opzichte van Bitcoin. Die weg stoort alleen maar. Dus mijn verwachting zou kunnen zijn dat die op de dagkoers. Hij heeft het hier ook gedaan dat hij op de dagkoers of hij zag nog wat terug, dat hij of hier nog terug gaat testen. Want in principe hebben we nog gewoon een run omhoog gehad en is het normaal gezonde correctie als hij hierin gaat. Het kan ook zijn dat hij hier wat gaat corrigeren en dat hij eerst nog een keer goed de weekly gaat testen. En dan dus daar zien wat hij doet, of hij er doorheen gaat of dat hij weer gaat zakken. Je wil naar de 4 uur als laatste. En daar heb ik wat extra dingetje bij neergezet. Om te kijken waar we heen kunnen gaan. Ik heb het Fibonacci levels erbij getekend van de laatste wave. Dus de laatste low naar de laatste high. En waaronder ik dus op de 4 uur hier een order lock heb staan. Dus dit is een kleine correctie die op de daggrafiek haast niet zag. En een demand zone op de laagste candle, waarna we een flinke bullish engulfing candle hebben gezien. De impuls daarboven tot hier. Dus
Om de huidige correctie te doen, verwacht ik dat hij nog wel hierheen kan gaan in eerste instantie. Dus dat zitten we rond de 3400, 3460 Satoshi zit die regio zo'n beetje. Dat zou een hele gezonde correctie zijn. En dan zouden we hier moeten gaan kijken voor een reversal. Mocht je hem daar niet houden, dan mocht hij dus dit gaan doen. En dan kan hij terug omhoog. Mocht hij hem daar niet gaan houden, dan zullen we dit zien. Dan gaat hij in het onderliggende orderblokje zitten. En dan kan hij terug gaan naar deze. Wat ik op de daggrafiek zag als mogelijke retest van zijn laatste wekelijk of zijn laatste uitbraak. Dus eerst belangrijk level is hier de 3400 regio in de gaten te houden. Maakt hij daar een reversal, verwacht ik dat hij naar de 4200 gaat. Maakt hij daar geen reversal, zegt hij al daarheen met een mogelijke retest. Dan verwacht ik wel dat hij terug gaat naar de rond de 2900 satoshis. Dat was het eventjes voor Ripple. Dan gaan we naar de volgende. Silica. Even een uitzoomen naar de weekgrafiek. Ik ga niet te lang bij stil gaan staan, maar de weekgrafiek zie je eigenlijk dat hij, hier is een leveltje verdwenen zie ik. Dat hij eigenlijk nou tegen deze grote weerstand aan zit te duwen. Dit is je... Het is een wekelijks level wat hij nou tegenaan zit te duwen. Hij zie, als vorige keer ook aangegeven, zit hij nog steeds boven. Ook ondanks de Bitcoin dump zit hij daar nog ver boven. Dus uiteindelijk die... het is het. 365 is wel een level wat hij nu aan te houden is, wat hij nou respecteert. Dus hij is weer een weekly level omhoog geklommen, naar mijn mening. Even inzoomen op de daggrafiek. Komt er weer heel wat meer lijntjes tevoorschijn, maar maakt op zich niet veel uit. Dan zie je hier ook dat we de 365 hebben. Nou, die heeft hier ondertussen alweer een keer goed getest bij de vorige Bitcoin dump eigenlijk. En nu bij deze dump is die weer teruggegaan. Naar de 410 is eigenlijk teruggezakt naar naar eigenlijk de laatste highs. Dus hij is helemaal niet eens zo ver gezakt als de vorige keer. En de vorige keer is hij helemaal vanaf de 400. 48 teruggezakt naar een 360 ongeveer, zelfs nog iets lager, 350. Hij is nog steeds aan het zakken, omdat natuurlijk Bitcoin ook zakt, maar niet zo extreem in mijn ogen. Dus zolang die de 365 hier of de 348, dat zijn de eerste regio's om te kijken waar die weer gaat draaien. Mocht je die niet houden, dan hebben we een stuk waar we terug heen kunnen gaan. Dat zou dan de 358. Dus dat zou dit gebied zijn, zeg maar. Dus het is rond de 300 satoshis dit gebied eventjes aan te houden in de eerste instantie. Waar het dan terug zou kunnen zakken. En dat ligt ook een beetje overeen met het VIP level hier, denk ik. Ga ik niet te veel op in. We gaan de 4 uur kijken. Kunnen we wel beter zien wat we nu aan het doen zijn. Dus de 4 uur grafieks. Zien we dat die... Dat we hier door de EMA's aan het zakken zijn. Dus we wel een cross hebben gehad. Van de 8 en de 21 EMA. We zitten nog wel boven de 55. Maar het lijken daaronder te gaan zakken. Dus we zitten nu in een... ze zakken nu mee met de dump van Bitcoin. Nou, op dit moment is het naar mijn ogen nog niks aan de hand. Hij heeft wel deze loos gebroken. Dus er zit wel in een goede correctie nu. Ook al wat meer volume dan gemiddeld. Het drop, maar dus gezien hoe die nou zakt, zou die nog naar de 365 kunnen zakken. Dan moet hij daar eventueel zijn level gaan houden. Dus het scenario wat hij nu doet, heeft zijn uitbraak gehad, hij is naar boven aan de weg geweest, naar Bitcoin dumpt hij de mee tot hier. Hier is even kijken wat hij gaat doen, of hij hem gaat houden. Nou, als hij hem niet houdt, dan is het voor een level... Hier de 348, hetzelfde verhaal, als je hem wel houdt, dan is die, naar mijn idee, gaan we gewoon terug naar boven. En dan is de eerste weerstand hier, waar die dus de 410 regio. En dan staan we kijken, zolang een Bitcoin geen gekke dingen gaat doen, dat die dan weer naar boven kan gaan. Dat zou mijn eerste scenario zijn. Ik verwacht dus nog wel dat die nu naar die 365 gaat, voordat die überhaupt iets anders gaat doen. Komt ook mooi overeen met 200 EMA. En ja, ook wel een redelijke... low van 30, zeg maar.
komt de RSI. Het kan allemaal heel goed dat hij daar nu nog heen gaat. Dus dan laat ik hem even bij. Cardano is de volgende die we gaan behandelen. Heel even terug naar de wiki, omdat daar een... daar zie je heel goed dat hij eigenlijk een hele flinke rally heeft gemaakt. Ja, iedereen heeft het nu over de Bitcoin dump en toen zijn ze bang dat het voorbij is. Persoonlijk denk ik het nog niet. Ja, Cardano maakt gewoon een gezonde pullback, want hij heeft een hele flinke run gehad, helemaal van hieronder. Bijna zonder te stoppen is hij naar boven gegaan. Dus hij heeft zo een paar weekly levels doorbroken. Dus 1, 2, 3 weekly levels eigenlijk doorbroken zonder al te veel problemen. En nu heeft hij eigenlijk de laatste swing high, zeg maar, de hoogste swing high die er was, is hij nu aan het testen. Die heeft hij zelfs altijd getest op de weekly. Dat is, we zijn natuurlijk nog niet de weken voorbij. Maar het is heel gezond dat hij hier nu die wick erin gaat en dat hij daar op gaat testen. Ja. Naar de daggrafiek kijkende. Zie je ook hier dat hij deze weekly wel een beetje heeft getest. Deze, ja, heel lichtjes. Niet zo bijzonder sterk eigenlijk. En hier zit die wick high. Nou ja, ik ben normaal gesproken niet zo van de wick highs die hij test. Meer van de bodies. Nou, die zit meer hier. Dus mijn eerste verwachting is dat Ada nog iets verder afkoelt. Dat kan ook wel. Want hij is, zit nog in de bull area. Maar wel door de 12 EMA ingezakt. Nou, de MACD zakt ook al wat. Dus ja, ik verwacht eigenlijk nog wel dat hij langzaam maar zeker toch nog wel hierheen gaat zakken. Of Bitcoin moet natuurlijk ineens helemaal doorschieten naar boven. Maar dat hij hier voor een gezonde correctie heen kan zakken. Dat hij dan weer op zijn gemakje zijn weg naar boven kan gaan vervolgen. Na de 5000 satoshis. Dus 3850 is naar mijn idee geen gekke plek waar hij heen kan gaan. Is wel een flinke correctie. Hoeft hij ook niet in één keer heen te gaan. Ik kan ook zeggen dat hij hem hier houdt. Een stukje, dat hij eerst even hier wat blijft. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat hij nog een keer daarheen gaat. Nou, dan is het even afwachten wat hij hier doet. Of hij hem houdt of niet gaat houden. Als hij niet houdt, dan is het volgende level is dan de 3000 satoshis. 4 uur is nog wat bijzonders verder te zien. Ja, je ziet ook dat dit de eerste pullback is geweest, of de laatste pullback is geweest na die run omhoog. En die is ook al wat hoger dan normaal. Hier heb je elke keer dat hij de high opnieuw test. Hij test hier de high. Hij test hier de high en hier heeft hij dat niet gedaan. Dus hij heeft deze test van deze high hier rond de 3200 satoshis heeft hij niet gepakt. Dus die heeft hij ook geslagen. Dus dat is ja, een flink bullish momentum. Dus hij wil het graag door. En hier heeft hij hem ook nog niet getest. Ja, dus vind ik wel een realistische test dat hij nu gaat doen. Omdat hij toch al wat langer hier aan het consolideren was. Nu even flink zakt. En na die wick. Ja, gaat hij omlaag, maar heeft hij weer een stukje omhoog gaan, maar hij is niet doorgeschoten. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat hij hier nog wel omlaag gaat. Dus dat hij in ieder geval nog wat dit doet, of in ieder geval nog hier, wel hierheen. Dus 39,60 zou een regio te zijn en anders die 38,50 hier. En hier moet hij gaan corrigeren. Nou, dan krijg je eenzelfde constructie als dat je hier hebt. Dan loopt hij er rustig heen, gaat hij hem testen. Ja, dat zie je dan. Dan gaat hij er doorheen. Pakt een paar niet beslissende candles, soort doji's, waarna hij ze weg weer naar boven gaat volgen. Dat zou je dan hier ook moeten gaan zien en dan zou je in principe als je zo'n doji ziet, zou je in kunnen stappen. Om dan de weg naar boven te pakken. Nou, gaan we daarin. 5000, komt hij niet. Gaan we daarin, rond de 3000 satoshis. Pakken we de volgende chart erbij. Matic. We gaan eventjes naar de weekgrafiek. Al moet ik zeggen dat de weekgrafiek, ja, is eigenlijk gewoon belachelijk. Dus je ziet hoe, met afnemend volume eigenlijk, ja, wat je hier ziet. Wat een flinke candle, flinke rally die daarmee is gemaakt. Met minder volume dan in het verleden. Vind ik het wel een heel bijzondere grafiek. Ja, ongetwijfeld een hele flinke run gemaakt. Maar zijn laatste test op de week is geweest 573 satoshis. Dat level dus.
ja, ik kan er verder weinig over zeggen. Dag grafiek gaan, heb ik wat meer leveltjes neer kunnen zetten. I173 is hij doorheen gegaan, heeft hij helemaal niet getest, niet eens bij in de buurt gekomen. Hij heeft hier rond tussen de 1300 en de 1650 heeft hij even een stukje consolidatie gehad, waarna hij er eigenlijk naar één testje er doorheen is gebroken. En ook weer zonder terug te kijken naar boven is gegaan tot waar hij nu is. Nou, ik heb hier nog een daily leveltje neergezet, als zijn er nou een mogelijke plek om te testen. Maar ook verder, ja, hij gaat gewoon heel hard. Maar ook hier zie je, hier zelf een volume, is, eigenlijk wordt hier eigenlijk gebouwd aan... Ja, hier zie je het volume toenemen, wordt gebouwd aan een stukje... ja, opgebouwd. Zeg je, mensen heel veel, zijn heel veel rustig aan het kopen geweest, dat het niet heel overduidend opvallend is geweest. En hier is volume afgenomen. En nog wat mensen bijgekomen, maar er is veel minder volume. En hier zie je de eerste impuls eigenlijk wanneer die wegschiet. En met normaal volume eigenlijk gewoon doorgaat. Ja, met wel een stuk minder dan hier. Ja, wat mijn gevoel daarbij is, ja, is dat het volume niet enorm is op deze munt. Ik denk dat er heel veel winsten vanuit andere munten hierin gaan om deze rally mee te volgen. Maar ik verwacht wel dat deze, ja, op de korte termijn een flinke pullback gaat maken. Op de 4 uur grafiek, eventjes naar mate kijken, hebben we een aantal levels om in de gaten houden. Nou ja, het eerste level is de ongeveer, nou zeg 48,50 zitten we ongeveer, 48,39 staat hier. Het eerste level in de gaten houden. Hij heeft hem al getest. Dit is eigenlijk in de eerste instantie in een dump geweest van Bitcoin. En ja, uiteindelijk lijkt het er nu niet zoveel hier om te geven dat Bitcoin dumpt. Hij staat zelfs ook alweer positief. Dikke 3% naar boven. Dus hij lijkt er nu niet zoveel om te geven dat Bitcoin zo volatiel is. Ja, hij heeft hem meegepakt. Hier, dus ja, wat zou je willen zien om de weg naar boven te volgen? Dat is dan toch in eerste instantie, omdat hij nou al zo zit, naar die lichte kijken wat hij daar doet. Moet ook hier rond dit level een retest, of hij consolideert. En dan gaan we naar boven. Of hij gaat hier al in één keer naar boven zonder die consolidatie. Want ja, als hij er één keer een consolidatie gaat zien, is doorgegaan. Ja, omdat hij dus nu op dit moment zo weinig heeft om die Bitcoin dump, is hij wel heel sterk. Je ziet hier dan wel weer een flinke toename aan volume op de laatste periode. Die zag je op de daggrafiek, de weekgrafiek wat minder naar mijn idee. Op de korte termijn kan hij nog een stukje omhoog gaan. Als je hem hier niet houdt, gaan we ongetwijfeld terug naar de 48.000 Satoshi's regio. En daarna kijken we naar de 2800 Satoshi regio. En daarna kijken we naar de 4000 regio. Ja, en als hij daar doorheen zakt, dan is de weg naar beneden. Dan is het gewoon nooit één grote diepe dive. Het is wel een munt, mocht je deze gaan traden, is het wel eentje waar je bij moet blijven. Het is niet eentje zijn waar je zegt, wacht, zit een trade in en die laat ik lopen en we dan gaan. Want ja, als die hard gaat, dan hij stijgt heel hard, maar dan kan die ook heel hard zakken. Wel even in de gaten te gaan houden. Even kijken hoor. Zit er een tijd? 17,5 minuut, 18 minuten. Nou, laat ik vet er nog even snel bij pakken voor jullie. Een aantal mensen, die zat niet in de poll, maar door een aantal mensen wel graag gevraagd. Dus nou, gezien ik nog eens op tijd heb, wil ik er best even naar kijken. Op de weekgrafiek zien we eigenlijk dat er niet zoveel anders is gebeurd als de vorige keer dat ik mij behandeld. Hij beweegt mooi tussen twee weekly levels. 450 en 300, nou, dus afgerond 330 satoshis. Wat mij wel opviel bij de voorbereidingen van de video, is moet even kijken waar mijn parallel kanaal is. Daar is dat hij momenteel niet voorbij het midden komt. Dus hij is er één keer boven geweest, daarna is hij ondergegaan en eigenlijk ja, met een wikkertje uitgekomen, maar hij beweegt zich in de onderste helft van een van de swing high swing low constructie. De daggrafiek ziet er als volgt uit. Dan zie je hem ook staan. Dan ga ik de channel weghalen. Channel weghalen, want die zie je hier terugkomen met de levels. Dus hier heb je een level.
mid-range daily level en de high-range weekly level. Dus dit is eigenlijk, nou, zie je dat hier ook zo'n channel getekend wordt. Die op de weekly niet zag, op de daily wel. Je ziet dat hij dus weer onderin die channel aan het bewegen is. Hij zit continu in dit onderste gedeelte. Dus eigenlijk hebben we nu een channel in dit gebied. Die aan twee kanten heel sterk is, want hij heeft hier al 1, 2, 3, 4 keer getest. Dit is de laatste test van nu met de Bitcoin dump. Ja, en hij houdt hem er nu goed boven. Ik denk dat dit level is waar hij nu nog wel een keer echt goed heen gaat. Om te kijken wat hij gaat doen. Een stukje consolidatie denk ik dat hij hier gaat vinden. Dan is het wel heel goed af te wachten. Nou, eigenlijk wil je consolideren. Eigenlijk wil je dat hij hier test en dan omhoog gaat. En dan is het even goed afwachten wat hij daarna gaat doen. Het mooie is dat hier de 55 EMA ook als support kan gaan dienen. En die hem iets sterker houdt. Ja. En een daily en weekly level wat hier zit. Dus dit is niet de level wat hij snel zal gaan breken. Kan ik nog meer zeggen? Ja. De RSI ziet er wel wat zwakker uit. Hij hangt nu tussen een 12 EMA en de 50 RSI zit hij een beetje tussen te bouncen. Dus wel mogelijk dat we op korte termijn een flinke beweging gaan zien. Als hij dan hier ergens doorheen gaat. Naar de bovenkant doorheen gaat, dan gaan we ook verwachten dat hij daar naar de 400 satoshis gaat. Ja, mocht hij dan de onderkant heen gaan en gaat naar Beren, naar het bearish gebied zeg maar. Dan is het naar mijn idee dat hij, kan hij dit gaan doen. Dus dan gaat hij door die weekly levels heen en dan zakt hij door. Dus die RSI is wel belangrijk om even in de gaten te gaan houden. Want hij vindt hij wel meestal rond dit regio, dus vindt hij wel steun. Dus hij gaat niet vaak het bearish gebied in sinds de laatste tijd. De laatste keer dat hij er echt in was is hier. Dit zijn eigenlijk allemaal testjes van het gebied. De laatste keer is eind december geweest. Dus sindsdien zit hij eigenlijk al in een mooie boeren. Heel eventjes naar de 4 uur in te zoomen. Dan zie je ook dat hij eigenlijk alleen maar een wikkere test heeft gemaakt op dit level. 201 ma heeft daarvoor denk ik een beetje voor gezorgd als support. Maar ook hier, als je terugkijkt, zie je hem vaak dat hij hier al steun houdt. Ik zal hem eventjes bijzetten voor de verduidelijking, maar anders is heel druk. Dit level, zeg maar, is een soort structuur waar hij ook wel vaak op blijft hangen. Ik vind het zit er een beetje tussenin, dus dit is wel echt zo'n uiterste. Dus dat is waar hij nu ophangt. Dus de 342 stoties. Ik denk dat hij persoonlijk dat hij nog wel eventjes doorheen gaat en dat hij terugzakt naar de 330, 340, zo dit level, zeg maar, deze regio. Dat hij daarna gaat laten zien om weer naar boven te gaan. Want ik op de daggrafiekje ook zijn of hij gaat dan hier naar boven. En er doorheen is gegarandeerd dat hij lager gaat, omdat hij hem al zo vaak heeft getest. Als hij hem hier niet houdt, dan zijn de meeste mensen ervan overtuigd dat het gaat zakken. Dus dan verwacht ik ook dat hij echt wel lager gaat. Nou, hier heb je een orderblok op het 4 uur level, dus de vorige correctie. Dus dan zou hij in dit level terecht gaan komen. Nou, 260 satoshis is dan ongeveer de onderkant. Dus daar zou hij dan naartoe kunnen gaan. Maar ik verwacht persoonlijk dat hij hem nog wel behoudt. De Bitcoin pairs momenteel vind ik dat ze die zich best goed houden ten opzichte van de BTC dump, zeg maar. USDT pairs zakken keihard mee. De Bitcoin pairs vallen in mijn ogen nog wel best wel mee. Nou, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat jullie wat informatie hebben gehaald uit de analyses en dat jullie weer mee verder kunnen. En zelf in de gaten kunnen gaan houden welke levels mogelijk interessant zijn om een buy te doen. Of uiteindelijk je back te verkopen mocht je erin zitten om lager mogelijk iets te gaan doen. Nou, graag subscriben op het kanaal. En like je achterlaten als je het mooi vond. En ja, ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe wekelijkse update. Tot ziens en een fijne dag.